Hoe ging dat? Is iets moeilijker nou, hè? Ja, dat is iets, dat gaat sneller. In dit stadium, dus als je, heb je eigenlijk minder tijd om het akkoord te wisselen, maar ook minder tijd om te kijken wat er nou komt. Dus voor dit stadium, als je met zo'n strum bezig bent, dan is het heel handig als je het liedje uit je hoofd weet. Als je uit je hoofd weet welk akkoord er komt. En dat is, dan kun je de stap voor stap eventueel doen. Dus iedere keer een maat verder uit je hoofd leren. Dus je begint met 2 maten. De eerste 2, heb je die, doe je er een maatje bij. Heb je die uit je hoofd, doe je er weer een maatje bij. Dat is 1 manier om dat te kunnen doen. Dat je op een gegeven moment al die maten stap voor stap uit je hoofd leert. Dat is een stuk makkelijker, want dan weet je wat er komt en dan kun je veel makkelijker anticiperen. Je kunt ook zeggen, er zit ruimte tussen. Ik heb hier, na die eerste slag en voor die tweede, heb ik even de tijd om te kijken. Als je dan zegt, ik weet het niet aan mijn hoofd, kijk dan hier op dit punt, op de tweede tel. Als je even niet bezig bent, als je deze hebt aangeslagen, de eerste aanslag, kijk dan, wat komt er nu? Kijk niet hier pas. Want dan ben je eigenlijk al te laat. Weet je, want dan moet je zo snel zijn. Dus hier, als je deze aangeslagen hebt, dan kijk je, oké, wat komt er hierna? En dan ga je door het spelen en weet je, als je hier al bent, dan weet je al van, oké, ik moet zo meteen dit doen. Dat speelt dan toch iets makkelijker. Ja? Zullen we de volgende doen?